Als je een werkgever hebt, voordat je getransplanteerd wordt als patiënt, kan je in principe na je transplantatie via de bedrijfsarts begeleiding krijgen om terug naar werk te komen. Waar kan je terecht als je na langdurige ziekte vanuit een uitkering weer de arbeidsmarkt op wil? Wie kan je dan helpen? Als je na meer dan 2 jaar ziekte, wat het over algemeen is, een tijdelijke afkeuring denkt weer te kunnen opkrabbelen richting de arbeidsmarkt, dan zijn er 2 mogelijkheden voor verdere begeleiding. Je kan vanuit het UWV vragen om een regeling waarbij je een integratiebegeleiding krijgt van een deskundig bureau. Je kan zelf dat bureau aandragen bij het UWV, mits het erkend is bij het UWV op een lijst. Dan wordt dat qua kosten vergoed. En er bestaan bureaus die gespecialiseerd zijn in specifieke chronische patiëntgroepen. En daarin kan je ook zoeken naar een geschikt bureau voor jezelf als transplantatiepatiënt. Een andere mogelijkheid is dat je bij een werkgever hebt gewerkt die eigen risicodrager is voor de WIA. De grotere werkgevers in Nederland zijn dat over het algemeen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis of een groot bedrijf als Unilever. En in dat geval heeft je voormalige werkgever er belang bij om je te helpen reïntegreren tot 12 jaar na je ziekmelding. Vaak hebben deze werkgevers een contract met een bepaald reïntegratiebureau die deze nazorg verricht, dus vanuit je uitkeringssituatie weer terug naar werk geholpen te worden. Waar kan je terecht voor ondersteuning bij integratie in arbeid als je ZZP'er bent geweest of nog bent? En als je geen verzekering hebt voor arbozorg zoals werknemers in loondienst dat hebben? Vaak is de mogelijkheid via een collectieve verzekering bijstand van een bedrijfsarts te krijgen. Ook indien je als ZZP'er in financiële problemen bent geraakt en bijzondere bijstand hebt gevraagd bij de gemeente, kan vanuit UWV-begeleiding worden aangevraagd van een reïntegratiebureau. Ook al heb je helemaal geen recht op begeleiding en verzekering, dat je op eigen kosten een bedrijfsarts inhuurt voor meestal 1 of 2 consultants, zodat je met een plan die bedrijfsarts voor je opstelt, door revalidatiebehandelaars geholpen kan worden te reïntegreren in de arbeidsmarkt. Als je er toch niet uitgekomen bent als transplantatiepatiënt en je hebt nog verdere vragen, kan je die ook stellen via www.nvabonline.nl aan het kennisnetwerk van de bedrijfsartsen en word je wellicht vanuit die hoek alsnog geholpen naar de juiste partij te komen die je verder gaat helpen.